Hallo iedereen, vandaag ga ik enkele veelgestelde vragen beantwoorden. Ga ik het meer specifiek hebben over de vraag die mij het allermeeste gesteld wordt, zowel door vrouwen als door mannen. De vraag is namelijk, hoe kom ik van dat buikvet af? Wel, moest iedereen weten hoe het zou moeten, dan zou iedereen al met een prachtige platte buik rondlopen. Eerst wil ik zeggen dat je eigenlijk helemaal niet kan kiezen waar je als eerste je vet verliest. Sommige mensen hebben het voordeel dat hun genen hebben bepaald dat zij als eerste hun vet verliezen op hun buik, maar dat zijn er heel weinig. Ik verlies eerst mijn vet op mijn rug. En het laatste verlies ik mijn vet op mijn benen. Sommige meisjes verliezen bijvoorbeeld eerst hun vet in hun borsten en dan pas in hun buik. Eigenlijk is het heel simpel. Je moet helemaal over je heel lichaam vet verliezen om uiteindelijk ook op je buik vet te verliezen. Ik zeg nu wel heel simpel, dat is de theorie die simpel is. Het echte uitvoeren, dus het helemaal vet verliezen, dat is iets delicater. Sommige mensen denken namelijk dat ze door buikspieren trainen of eender welke spieren trainen, op die plaats meer vet gaan verliezen. Dus buikspieren trainen zorgt niet voor extra buikvetverbranding, jammer genoeg. Hoe raak ik nu van dat buikvet af? Voeding is de key voor het verliezen van vet in het algemeen. Omdat ik heb gezegd, als je buikvet wilt verliezen, moet je helemaal in vetpercentage dalen. Wel, ik ga nu even kort uitleggen hoe we dat het beste doen. Ik ga het dus eerst voornamelijk hebben over voeding. In een ander YouTube-filmpje ga ik echt heel specifiek ingaan op de voeding en echt zeggen, die voedingsproducten zijn super, maar daar hebben we nu eventjes geen tijd voor. Dus ik ga nu jullie vooral de basis aanleren. Als je wilt afvallen in vet, moet je minder calorieën eten per dag dan dat je verbruikt. Sport bijvoorbeeld elke dag en je verbruikt ongeveer 2200 calorieën per dag. Wel, om af te vallen moet je zo'n 200 à 300 calorieën minder eten dan dat je verbruikt. Dus dan zou je 1900 à 2000 calorieën moeten eten. Als je wilt weten hoeveel calorieën jij verbruikt en hoeveel jij er zou nodig hebben om af te vallen, stuur me gewoon een berichtje. Ik kan dat heel vlug voor jou berekenen en dan stuur ik het je door. Gewoon al minder suiker eten helpt bij heel veel mensen al om een paar procenten te dalen in vetpercentage. Dus gewoon niet meer snoepen, geen frisdranken meer drinken en rustig aan doen met de fastfood. Dat is natuurlijk heel logisch. Maar sommige mensen moeten er toch een beetje aan herinnerd worden. Ik inclusief. Om jullie nog een beetje meer informatie te geven over wat goede voeding is om af te vallen, buiten dan dat we kijken naar de calorieën die het bevat, is het de andere voedingswaarde die de voeding bevat. Wij willen graag veel eiwitten in onze voeding. Dan denken we aan kip bijvoorbeeld. Kip, eieren, kalkoen, vis, witte vis wel. We willen niet te veel koolhydraten, hoewel koolhydraten wel belangrijk zijn voor je lichaam, maar we gaan die een beetje minimaliseren. Dus niet te veel pasta, niet te veel aardappelen, opletten met ons broodinname. En we willen ook niet al te veel vet binnennemen. Dan gaan we nu over naar het sporten. Veel personen denken, en ik in het begin inclusief, dat cardio doen echt het belangrijkste is om af te vallen in vet. Wel, dat is een beetje dubbel. Ik vind de combinatie van spieren trainen en cardio, dat vind ik de beste oplossing om vet te verliezen. Samen met de voeding natuurlijk. Cardio verbruikt heel veel calorieën op het moment zelf. Maar ik raad zeker aan om ook spieren te trainen, omdat spieren calorieën verbruiken in rust. Dus als jij gewoon thuis in je zetel zit, je ligt in je bed, weet ik veel, je kijkt een film, dan ben je ook meer aan het verbruiken als je bijna geen spieren hebt. Spieren hebben veel energie nodig om hun massa te bewaren en om stevig te blijven. Wat nog een groot voordeel is aan het trainen van spieren, is dat het je metabolisme opkrikt. Er zijn nog enkele zaken die je metabolisme opkrikken, maar die ga ik ook in een volgend filmpje bespreken. Dus, wat hebben we al geleerd vandaag? Om vet te verliezen op je buik, moet je over heel je lichaam vet verliezen, want je kan jammer genoeg niet kiezen waar je eerst het vet verliest.
We hebben daarbij ook geleerd dat door bepaalde spieroefeningen te doen op een bepaalde plaats, je vet daar niet echt veel mee beïnvloedt. Wat hebben we nog geleerd? Als je wilt afvallen, moet je 200 à 300 calorieën minder eten dan dat je eigenlijk verbruikt die dag. En omgekeerd met het bijkomen. We hebben geleerd dat je veel eiwitten moet eten, gemiddelde koolhydraten en niet te veel vetten. En we hebben ook nog geleerd dat cardio wel heel veel calorieën verbruikt op het moment zelf, maar dat spierentrainen ook wel belangrijk is, omdat het je metabolisme opkrikt en omdat je dan energie verbruikt gewoon in rust. Dus je verbruikt calorieën gewoon door niets te doen. Zo, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen bijleren. En tot de volgende!